Ja. Jongens, ik wil een koffie gaan vandaag. Ik koffie met hallo. Ik ben Bianca van den Berg. Ik ben samen met Rick en Ellen. Rick zit naast mij. Eigenaresse van gasthouderbureau Bambi. En nou ja, we hebben hier een heel mooi nieuw pand neergezet. Dat gaan we vandaag vieren. Hè. We hebben een feestje, gezellig, met heel veel mensen, gasthouders en ouders. Om te vieren dat we nou ja, dit pand, daar we onze intrek in hebben genomen. Dat is niet het enige. We zijn ook nog, we hebben vieren kort het jubileum. We bestaan 10 jaar. En nou ja, daarom hebben we mede dit feestje. Mijn naam is Rick van Koersveld. Ja, net als Bianca, eigenaar van gasthouderbureau Bambi. Maar daarnaast ook eigenaar samen met mevrouw Ellen van Koersveld van kinderopvang Bambi, buitenschoolse opvang Bambi en Peuter Plus Bambi. De taken zijn eigenlijk als volgt verdeeld. Ik doe met name veel dingen, ja, moet je zeggen, het bedenken van dingen, het management op computertechnisch gebied, systeembeheer, ja, onderzoek of er nieuwe mogelijkheden zijn. En bij Ellen, Ellen van Koersveld, die is met name ook op de financiële administratie bezig. Bianca gaat onder andere ook nog gewoon op pad als consulent in de managementtaken voor het gasthouderbureau. En eigenlijk met ons drieën vormen we ja, het managementteam van de organisatie. Nou, ouders kunnen zich ten alle tijde met iedere oppasvraag bij ons aanmelden. We merken heel vaak dat ouders binnen kunnen komen voor bijvoorbeeld een gasthouderopvangvraag die we uiteindelijk gaan plaatsen bij de kinderopvang. We gaan altijd met ouders in gesprek van welke soort opvang past het best bij jullie. En soms is het dan wel een andere opvang dan ouders in eerste instantie voor ogen hebben. We proberen dus iets op maat te maken voor de ouders, wat eigenlijk het beste is voor het kind. Ja, we proberen daar het kind eigenlijk altijd in centraal te stellen. Want ja, dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat die het goed heeft. Dat je niet te veel gaat slepen met kinderen. Ik kom als ouders binnen die zeggen van ja, eigenlijk zoeken we voor 5 dagen kinderopvang. Nee, als je dat bekijkt, eigenlijk 5 dagen in een kinderdagverblijf is pedagogisch niet geheel verantwoord. Dan gaan we kijken van ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat het kind zich het best kan ontplooien. En dan moet je soms denken dat we gaan kijken van ja, dan gaan we een combinatie maken tussen kinderopvang en een gasthouderopvang. Hoe gaat dan een kind bijvoorbeeld 3 dagen naar de crèche heen, waarbij die dus in een grote groep zit. Maar zien we juist vaak dat het kind daarna bij een gasthouder zit, waarbij die in een kleinere huiselijke omgeving zit. En die eigenlijk toch nog weer ja, pedagogisch een betere opvang heeft dan als je 5 dagen naar het kinderdagverblijf gaat. We hebben hier vandaag ten eerste ja, natuurlijk een mooi springkussen staan voor de kinderen. En er komt iemand die de kinderen gaat sminken, zodat ze eigenlijk hun held kunnen worden of wat ze maar willen. Daarnaast vindt dan inderdaad de officiële opening plaats van het pand. Dat gaan we op een ludieke wijze doen door eigenlijk de zoon van Bianca en de dochter van ons, die eigenlijk 10 jaar geleden beide geboren zijn. En het mag toeval zijn of niet, ja, onze kinderen lagen bij elkaar op de kamer in het ziekenhuis. Zo was eigenlijk de eerste ontmoeting en uiteindelijk is er van ontstaan wat er nu staat. Daarom vonden wij het leuk dat ja, eigenlijk onze kinderen zeg maar, de opening doen van een nieuwe band. Heel toepasselijk, 10 jaar geleden, allebei 10 jaar oud, pas precies. Ja, nou inderdaad, 10 jaar geleden zochten we allebei zelf voor onze kinderen opvang en zijn we gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. Nou ja, Rick en Ellen die hadden toen het idee van goh, gasthouderopvang past goed bij ons. Maar er waren niet veel gasthouderbureaus in de regio, dus hebben ze het plan opgevat om zelf een gasthouderbureau op te starten. Nou ja, we kenden elkaar van de zwangerschapsgym en vandaar dat ik zelf als eerste klant betrokken was bij gasthouderbureau Bambi. En na een half jaar heb ik ook deelgenomen. Ben ik er ook bijgekomen omdat we samen de handen ineen wilden slaan om een gasthouderbureau verder uit te breiden. Ja, gasthouderopvang was op dat moment voor ons de goede opvang. Maar ja, zoals gezegd, er zijn meer vormen van opvang. De gasthouders zijn inmiddels wel, het gasthouderbestand is dusdanig gegroeid dat we echt voor nou ja, bijna iedere opvangvraag een goede gasthouder of kinderopvang of buitenschoolse opvang kunnen vinden. Dus eigenlijk iedere opvangvraag die kunnen we bijna wel invullen. En dat is ook een ontzettend goede. Dat geeft in ieder geval heel veel voldoening. Dat je mensen de opvang kunt bieden die ze zoeken. Nou, ik hoop dat we het fijn kunnen vieren met de ouders en de gastouders. En natuurlijk nou ja, een
hapje en een drankje voor iedereen, dat het gezellig wordt en dat we ook samen kunnen proosten op... Op de volgende dingen. Het komende jubileum. Ja, gefeliciteerd. Voor dit grandioze nieuwe kantoor. Ik hoop heel lang en heel veel plezier van mij. Ik wist het niet. Heb jij ergens wel...